Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door Chocolaterie van Parijs, de chocoladeoase in Roeselare. Hoorne Patrick. Groente, fruit en aardappelen waren nog nooit zo gezond. Het lijkt misschien lang geleden, maar pas in mei 2016 ontstond het idee voor een extra verenigingswebsite bij KSV Rumbeke. De naam hiervan werd al gauw gevonden, KSV Rumbeke Insight. Wat begon als website met clubbladtekstjes en leuke foto's, groeide uit tot een database van de nieuwste ontwikkelingen. In de volgende reportage zie je een verzameling fragmenten uit videoreportages die Kurt Maddens en ikzelf maakten voor onze voetbalclub. Je hebt in ieder geval een heel gezellige delegé, die geeft je de bloemen al. Dat wordt een kampioenschap, zeg. Ja, vorig jaar zat ik er af en toe bij. Dit seizoen een heel jaar. Het wordt er. Wie van jullie gaat de meeste goals maken? Ik denk want ik ga meest denk ik in doel staan. Wat wil je bereiken met deze groep? Nieuwe goede voetballertjes. Ik heb begrepen dat ze jou de tank noemen. Waarom is dat? Al een paar keer op training heb ik vorig jaar een paar spelers omver gelopen in de sprint. Ook heb ik nog redelijk zwaar schot in mijn voeten zitten, dus vandaar de bijnaam de tank. Dus ik vind het niet zo waard, het is een toffe bijnaam. Hoe zijn de vorige matchen gegaan op dit toernooi? De eerste match hebben we gewonnen en de tweede match. Ben je zenuwachtig? Een beetje. Ja. Waarom te verliezen van die gasten? Ja. Je zei eerder van ja, ik heb altijd gespeeld met leeftijdsgenoten, nu speel ik tussen kerels. Maakt dat een verschil? Gocht had er natuurlijk stevig aan toe. Wat is je mooiste doelpunt geweest? Daar in de kruising. Jullie lusten frietjes, hoorde ik. Ja. Jongens, jullie zijn kampioen geworden. Hoe voelt dat? Fijn. Drink jij er nog een borrel op vanavond? Ja, zeker. Je hebt het over gastjes beter maken met de bal aan de voet. Hoe belangrijk is dat voor een jonge voetballer? Ik denk dat dat zeer belangrijk is, ook het werken met beide voeten, zeer belangrijk. Hoe uniek is dit project in deze regio? Ik denk dat ik de eerste ben in West-Vlaanderen, ik weet het niet, ik heb al sinds nog nergens iets anders gezien ervan. Wat verwacht je ervan? Ja, ik denk wel dat het leuk gaat worden. We'll be right back.
Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Soliver Safety Glass. Glas voor auto en bouw. KM-fotografie. You're in the picture.